Verder in de Nick-collectie van Photoshop en verder met Analog FX Pro versie 2, wel te verstaan. Wat doet dat filter? Dat filter dat emuleert eigenlijk een soort van uh, oude type filmcamera's. Ik zal het scherm even wat groter maken zodat het allemaal wat duidelijker te volgen is. Goed, als je het filter opent, in het midden natuurlijk je foto met alle bewerkingen erbij, en je weet dat je dat hierboven bijvoorbeeld kunt veranderen. Met een klein rood lijntje zodat je een scheiding kunt maken tussen before en after, of dat je gewoon twee foto's neer kunt leggen. Ik hou het even op deze omdat dit toch het leukste kijkt. Aan de linkerkant heb je een aantal presets en aan de rechterkant heb je instellingen van jouw filter. Je kunt aan de linkerkant gewoon presets kiezen, je klikt ze aan, alle dingen worden toegepast die bij het filter horen en dat zie je aan de rechterkant ook veranderen. Dat is op zich natuurlijk erg makkelijk en je kunt gewoon kiezen waar je eventueel zin in hebt. Maar het kan ook zijn dat je zegt van nou, er zitten bepaalde dingen tussen die me op zich wel aanspreken, maar ik ben niet helemaal happy. Als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik vind de, de groene waas die er hier overheen ligt, die vind ik veel te, te groot. Dan zou je bijvoorbeeld bij type film de sterkte terug kunnen zetten en dan zie je dat het minder groen wordt. Dus je kunt dat ook nog later aanpassen. Nu staan de presets linksboven ingesteld op klassieke camera. En er zijn meer camera's waar je uit kunt kiezen. Als je bijvoorbeeld op het pijltje klikt, dan krijg je een nieuw menu. Je ziet links de tools en rechts de toolcombinaties. En de toolcombinaties zijn natuurlijk verschillende tools bij elkaar gepakt. Als ik bijvoorbeeld even klik op natte plaat, dan krijg je presets van natte plaat fotografie. Dat is een aparte discipline weer. En dat wordt hier ook geëmuleerd, zeg maar. En aan de rechterkant krijg ik er dan bijvoorbeeld weer andere aanpassingen bij. En ook hier gewoon weer een aantal presets waar je uit kunt kiezen. Met die presets, er zijn er talloze, kun je gewoon variëren wat je wil. Maar het is natuurlijk ook gewoon leuk als je zelf dingen kunt doen. Daarvoor klik je weer op het pijltje naast in dit geval natte plaat en je klikt gewoon op basis aanpassingen. En je ziet dat je presets aan de linkerkant verdwijnen en aan de rechterkant heb je nu alleen basis aanpassingen staan. Dit zijn dus al die tools die dus samen een toolcombinatie gaan vormen. En je kunt ook je eigen toolcombinatie bouwen. Ik ga ze gewoon even heel snel met je doornemen. Bij basisaanpassingen uh, heb je bijvoorbeeld de optie details extraheren, dat is een soort lokaal contrast. Helderheid en gewoon contrast moet voor zich spreken. En ook de verzadiging. Dit is gewoon een heel elementair stukje. Heb je vervolgens lensvervorming. Daarmee kun je wat tonvorming of kussenvorming aanpassen. Je kunt uh, kleurverschuiving bekijken. Maar daar zoom ik even een klein beetje meer voor in. Want je ziet bijvoorbeeld hier rechtsboven dat er een heel klein groen randje op ligt. Nou, da daar kun je een beetje mee spelen, zeg maar, een soort chromatische apparatie. En je kunt daar ook gewoon bepalen welke kleurtjes je moet krijgen. En je kunt eventueel nog je foto wat onscherper maken. Bokeh, dat gaat over de achtergrond onscherpte. De achtergrondonscherpte wordt bepaald door uh, je diafragma, maar die kun je dus ook simuleren. Je krijgt dan deze cirkel die je kunt verplaatsen naar wat er wel scherp moet zijn. En je kunt de cirkel wat groter maken, en vervolgens zit daar een verloop bij ook daar kun je gewoon weer mee spelen. Doe, doe dat gewoon. Experimenteer gewoon eh, lekker in het filter. Eh, aan het einde van de rit, je maakt toch niks stuk. Zoom en rotatie onscherpte. Nou, je kunt ook onscherpte krijgen door eh, bijvoorbeeld halverwege het fotograferen eh, in te zoomen. Dat kun je ook natuurlijk simuleren. Wederom werkt dat hetzelfde als bokeh ongeveer. Je hebt een gebied wat scherp is. Dat kun je wat groter maken. En zie je bijvoorbeeld boven in mijn reclame dat het totaal anders wordt. Bewegingsonscherpte vind ik op zich niet zo'n fijne variant. Hij werkt niet zo lekker vergeleken met het standaard bewegingsonscherpte filter in Photoshop. Wederom die cirkel om te bepalen wat er scherp moet blijven. En dan heb je vervolgens nog de optie om te kijken waar de beweging naartoe moet gaan. En de sterkte van de beweging. Een dubbele belichting, alsof je de film zeg maar niet getransporteerd hebt in de camera. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld als je, als je digitaal fotografeert. Maar goed, vroeger uh, met film moest je doorspoelen uh, om het volgende frame te pakken. Deed je dat niet, drukte je nog een keer af. Dan kreeg je eigenlijk uh, twee foto's, zeg maar. Lichtinval, dat noemde ik al eerder. Een, een soort lekkage in de camera. Ook hier weer sterkte, maar ook weer tal van varianten om uit te kiezen. En ook zacht, dynamisch of scherp. En daarmee kun je dus ook een beetje variëren. Vel en krassen. Dat zat natuurlijk ook gewoon op ouderwetse films. Uh, films konden ook beschadigd raken en dat kun je hier simuleren. En daar konden ook stofdeeltjes op komen, zoals wij ook tegenwoordig in een digitale camera kennen. En natuurlijk kun je ook de sterkte een klein beetje aanpassen en krijg je dat een net iets ander uiterlijk. En zo kun je een beetje spelen met vuil en krassen. En echt, het zijn allemaal maar hele kleine dingetjes, maar de kracht zit er maar in als je het dadelijk gaat combineren. Fotoplaat. Bij een fotoplaat werd er geen celluloid negatief gebruikt, maar zat er een soort emulsie op een glasplaat en werd die belicht. En dat ging je dan later ontwikkelen. Dat kun je ook weer simuleren met verschillende manieren. En ook uiteraard weer de sterkte aanpassen. Een vignetteringsmogelijkheid. En op zich, als je erboven gaat, heb je natuurlijk die cirkel. Je kunt hem verplaatsen. In principe hou je hem natuurlijk lekker een beetje in het midden. Maar het leuke is: je kunt van een cirkel ook naar een ovaal. En dat is in Photoshop toch weer wat lastiger om uh, neer te leggen. In principe is een vignet gewoon daar uh, rond. Of je moet het echt handmatig gaan doen. Type film. Daarmee kun je uh, een aantal soorten kleurgradaties in je film uh, simuleren. Je hebt warm tot zwart-wit tinten. En je kunt daar gewoon ook nog een bepaald uh, tintje overheen leggen. En je kunt hier ook de, de korrel aanpassen. Misschien is dit in, in Silver Effects Pro wat makkelijker te doen. Multilens, dan heb je gewoon een camera met meerdere lenzen. Op zich wel een heel grappig filter. Um, je hebt uh, verschillende opties. Helaas kun je dit niet, uh, niet aanpassen naar wat je wil. Maar je kunt bijvoorbeeld wel iedere uh, foto individueel aanpassen. Je kunt wel zeggen: van nou, ik uh, zoom in op, uh, uh, ik noem maar wat, ik weet niet waar die zit, de coureur. En bij deze uh, wil ik juist weer de andere kant uit. En zo kun je een kleine collage maken van, van één foto. En je kunt natuurlijk ook het randje aanpassen. Van smal naar breed. Dan heb je nog frames. Dat zijn gewoon kleine kadertjes die er overheen zitten. Uh, hier ook weer tal van keuzes zoals oude filmtypes. Maar ook bijvoorbeeld de opties met gewone witte randjes eromheen. Voor mensen die van kadertjes houden. En tot slot niveau en curves. En dat werkt hetzelfde als gewoon in Photoshop. Niveau en curves. Ben je er dan met dit filter? Nee, natuurlijk niet, want je zag daar straks in de presets dat er rechts meerdere filters stonden. En dat is natuurlijk ook gewoon de kracht dat je een soort preset kunt maken die jij zelf leuk vindt. Als ik bijvoorbeeld dit als basisaanpassing eens ga doen. Ik wil daar bijvoorbeeld ook nog uh, vuil en krassen overheen hebben. Als ik nou boven vuil en krassen ga hangen, niet klikken, dan zie je dat er rechts een plusje staat. En als je op het plusje klikt, dan komt er dat gewoon bij. Dus ik heb bovenin mijn basisaanpassingen. Ik kan met het driehoekje gewoon die dingen naar beneden halen. En ik heb daaronder vel en krassen staan. En ik kan nu gewoon zeggen van nou, ik wil deze. Maar niet te sterk. En ik wil daar bijvoorbeeld ook nog een, een type film boven hebben. Ik ga boven type film hangen. Ik klik op het plusje. En daar komt hij erbij. En ik klik gewoon even iets aan hoor. Een beetje korrel erin. En tot slot wil ik ook nog bijvoorbeeld een lichtinval erbij hebben. En dan wil ik een scherpe. En dan deze bijvoorbeeld, eens kijken wat het doet. En dan vind ik bijvoorbeeld dat ik er te veel korrel in heb. Nou, dan kan ik nog terug. Korrel per pixel. Die zet ik dan weer wat anders. En dit is wel een aardige setting voor deze foto. Ik kan nu op OK klikken. Dan ga ik natuurlijk terug naar Photoshop. Wordt alles toegepast? Ik kan dit ook opslaan. En dat doe je hierbij aangepast. Als je daarop klikt, dan krijg je gewoon een naam en kan ik zeggen het druk. En klik ik op oké. OK. En je ziet, ik krijg een preset van alle filters die ik net heb toegepast op mijn huidige foto. Klik ik nu bijvoorbeeld op oké, OK. dan ga ik terug naar Photoshop. Ik krijg er een nieuwe laag boven. Alle toepassingen die ik net gedaan heb, die worden daarin uh, toegepast. En ik krijg een foto met die instelling zoals ik hem net had, zoals je ziet. Maar als ik bijvoorbeeld mijn Preset wil gebruiken en ik ga, ik gooi de laag even weg en ik ga terug naar Analog FX Pro. Hij blijft in principe staan op uh, het oude filter, althans aan de linkerkant op menu. Want klik ik nu de preset aan, dan zie je dat gewoon alle uh, tools worden geladen en ik gewoon weer mijn eigen preset terugkrijg. Zo simpel werkt Analog FX Pro. Je kunt er heel veel mee doen. Ga gewoon lekker spelen, lekker experimenteren. En dan moet je er denk ik wel een heel eind uitkomen. Bedankt voor het kijken. Volgende keer meer over de Nick Collection. En tot dan. Doei doei.